Wat gaan we doen? We gaan een proefritje maken in verschillende autootjes, denk ik, hoop ik. Jij gaat niet. Ik, ja. Jij gaat even onder de auto liggen en kijken overal. Zo. Ik heb een ex-automonteur meegenomen voor een reason. Dat is niet voor niets, een ex-automonteur. Heb je dat van? Dat is allemaal verhaal. Als je er ongelukkig van wordt, dan moet je zakken dat voor een middag. Hij is één keertje er wel leuk, toch? Ik heb er verstand van. Eén keertje dan. Wat, wat vind jij van deze auto? Wat vind jij van mijn ex-auto? Wat vind ik van jouw ex? Auto. Auto. Hij brengt mij van A naar B. Oké. Okay. That's it. Hij is nothing more. Hij is mooi klein. Dat betekent dat hij makkelijk overal tussen past. Hij is voor de stad is hij handig. En dat is al wel weer aangewerkt ingevuld, want er zit geen stuurkracht ging op. Dus het is een goede workout. En inderdaad voor de stad handig, want als je wel een keer, ik heb nog nooit iets van een paaltje geraakt. Nooit schade gereden aan de auto. Maar mocht het met deze gebeuren, lichte lakschade, dan denk ik, nou, dan heb ik er ook lak aan om dat te laten repareren. Nou, dat is fijn. Ik geef jou een auto en jij hebt het gevoel van als jij ergens tegenaan rijdt in wat nog nooit gebeurd is, dan heb je er niet zoveel, dan boeit het je niet perfect veel. Klopt, nee, toch dat al is lekker. Nee, want jij gaf me ook een lekker auto met roestplekken en ik ben hartstikke blij met de auto. Ja. Nee, maar we zijn toe aan een Happy Days upgrade. Een Happy Days upgrade auto? Ja. Oké. Okay. En waarom dan? Want je bent eigenlijk best wel te spreken over deze auto. Ik ben best wel te spreken over deze auto. En toch wil je een nieuwe auto? Ja. Dat komt omdat ik de laatste tijd best wel eens gevraagd word voor Paladin, Rotterdam of Randstad of wat dan ook. En kijk, het is een leuke auto voor de afstanden. Maar voor lange afstanden is het vervelend. Verschillende redenen waarom die vervelend is. Hij gaat niet echt veel harder dan 110 op de teller. Zou ik wel kunnen pushen, maar dan gaat hij gekke geluidjes maken en dan vertrouw ik het niet helemaal. Hij maakt nu ook een gek geluidje als de bocht ingaat. Nou, je hebt ook kunnen vaststellen dat de uitlaat niet helemaal vast zit. Dat hebben we onderzocht en dat is de uitlaat. De uitlaat. Een rubbertje kapot gekeerd. Ja. En dus klapt die uitlaat tegen de auto aan, wat een bonkend geluid maakt. En wat had jij? Linde paniek. Ik dacht, die kwam niet meer veilig van de weken. Dus, niet zo door mijn verhaal heen gillen. Dus dat. Verder maakt die, dat zul je misschien nu ook wel horen. Je wat best zeg je? Wel hard praten. En maar best wel veel lawaai. En ja, als je 2 uur in de auto zit met heel veel lawaai om je heen, dan kom je met hoofdpijn aan. Dat is ook gewoon niet fijn. De stuurbekrachtiging is, het is een leuke workout, maar het zou fijn zijn als het er wel op zat. Hij wordt gewoon minder betrouwbaar en nu het hoogtepunt, er groeit iets in deze auto. Wat? Er groeit iets in deze auto. Het leidt zijn eigen leven. En wat denken jullie dat het is? Ja, maar nu krijgen we echt gewoon soms hele vieze comments en zo. Wees vooral niet creatief. Ja, het is schimmel. Ja, waarom zeg je dat? Nou weet iedereen het meteen al, dan hoeft niemand meer te raden wat het is. Je kon dat ook zo piep doen. Het is piep. Nee, dat ga ik niet doen. Het is begonnen met een klein plekje. Er blijft hier veel vocht hangen in de auto. En dan zou ik zo vocht rond de trekker onder de stoel kunnen jassen en dan is het klaar. Maar dat heb ik niet gedaan. Dus dat kleine plekje waar ik een beetje zo zag van het groenig met haarsjes en zo, dat is wat groter geworden. En dat wordt nu toch best wel een dingetje dat ik denk, ja, hoe gezond zitten wij nu in die auto? Dus, not so much, want schimmel is best wel schadelijk voor je. Als je te lang in kan, de ruimte zit, kan sommige schimmels zijn schadelijk. Maar als je te lang in de ruimte zit met schimmel, is vaak niet bevorderlijk voor de gezondheid. Zeker zwarte schimmel is heel erg slecht voor je gezondheid. Dat is dit niet. Nee, dat ziet er groen uit. Haha, niet zwart. Het is een beetje net als de witte wijn, rode wijn discussie. Ja, laten we naar een hele mooie close-up gaan van deze
schimmel. Ah, jakkes. Maar dan kunnen de kijker ook even meekijken van ja, wat bedoelen we nou eigenlijk precies met schimmel in de auto? Ja, nou, dat. We zijn dus onderweg naar een autobedrijf in Assen. Ja. En we gaan kijken naar een. Wat voor auto gaan we even gaan kijken? Met name Volkswagen Upjes. Daar hebben ze er een heleboel van. Ja. En dat is gewoon een leuke auto. Oké. Als er nou een Toyota Aygo die voor ons rijdt of een Toyota Yaris hadden, dan was dat ook leuk geweest. Deze Aygo rijdt wel echt mogelijk te traag overigens. Maar je kan hem inhalen, want er zit geen vermogen in dit ding. Nee, die hebben ze niet, dus we gaan gewoon kijken naar wat ze wel hebben. Ja, denk je ook van delen. Snap ik wel dat je naar een andere garage kunt gaan waar ze wel de Toyota Yaris hebben, maar nou ja, we gaan gewoon eerst hier kijken. We hebben trouwens het autobedrijf gevonden doordat Volger een linkje stuurde van een Seat Mii, een gele, want dit is ook een gele auto waar we nu in rijden en dat lijkt me toch wel leuk. Dus die gaan we ook kijken. Een Seat Mii? Ja. Hetzelfde als een Hub? Klinkt anders. Klinkt anders. Ziet er hetzelfde uit. Hetzelfde uit. Vrijwel in ieder geval hetzelfde, veel hetzelfde onderdelen. Doesn't really matter, het is een Seat Mii. Ik vond trouwens de Peugeot, de Peugeot 208 lijkt wel voor de Fiesta, klopt dat? Ja, misschien in jouw belevenis, ja. Ja, nee, maar ik vond hem echt wat lijken. Het is niet dezelfde auto. Nee, vind ik ze op elkaar lijken? Nee, maar vind jij ze op elkaar lijken? Ja, en is dat dan oké? Nee, dat was goed. Ik ben benieuwd wat de volgers vinden. Volgers, wat vinden jullie? Lijkt de Peugeot 208? Kun je ze zo hierin editen, twee plaatjes, dezelfde kleur? Zou ik eventueel kunnen doen. Dat lijkt me wel leuk, dan kunnen we ze vergelijken. Okay. Ik vond ze wel op elkaar lijken. En wat moeten ze dan doen? Verder niks? Gewoon... Moeten ze gewoon reageren met... Ze moeten niks. Ze mogen reageren met... Reageer. Met... Of ze wel of niet op elkaar lijken. Oh. Lijkt een Peugeot 208 op een Ford Fiesta? Ja. Want dat de Seat Mii op een Volkswagen Up lijkt, daar zijn we al uit. Daar zijn we over uit, ja. En een Kia Picanto dan? Wat is met de Kia Picanto? En een Peugeot 108? Die lijkt op de Kia Picanto. Kia Picanto. Fiat Picanto. Dat zou wel kunnen, dat durf ik niet zeker met zekerheid te zeggen. Kia. Oké, laten we gaan... navigeren. Laten we gaan navigeren. Wil je navigeren? Oh, ik moet navigeren. Ik ben aan het rijden. Dat is ook wel eens anders. Het is een gekke vlog. Dat gaan we ook niet doen, maar ik wilde even vertellen dat we na een bijna doodervaring aan zijn gekomen op de plek van bestemming. Waarom moet je dat er nou bij zeggen? Omdat het is gebeurd en het is de waarheid. Het is niet een bijna doodervaring. Wij vertellen de waarheid. Het pakket is onderweg. Oh, zijn we net 3 seconden weg en dan komt het pakketje zo staan. Dat is lullig voor Dennis. Nee, dat is niet voor Dennis. Oh, dat is niet voor Dennis. Oh, dat is helemaal lullig. Sorry, we gaan naar binnen. Ik wil niet zo moeten lachen. Sorry, Dennis. Dennis begrijpt me niet meer. Nee. Dat is spannend. Wat vind je zo spannend? Oké. We zitten ineens in een andere auto. Oh, ik ben wennen aan alles. Het gaat gebeuren. Oh, waar zit de koppeling? Ik ben hier in de lichtgoed. Dit is mijn middle name. Captain Obvious. Oh, iemand in het feest. Niemand die daar op zit wachten. Je gaat hartstikke goed hoor. Je gordel om? Nee, heeft hij een piepje daarvoor? Ja. Damn. Woehoe, I like this car. Oh, yes. Oh, dit vind ik wel leuk. Ja? Ja. Word je hier enthousiast van? Ja, ik zit ook hoog. Mildly enthousiast of wel extreem? Nee, ja, het is wat we wennen hè. Ja. Oh. Doe eens rustig. Licht ook aan. Ja, oké. Hartstikke goed. Rijden of?
nog niet. Nou. Oh. Ja, rijdt het goed? Nou ja, prima. Merk je iets? Vreemd? Braaf? Sturen? Nee. Trillen? Remmen? Trillen? Het trilt niks. Het trilt niks. Het trilt helemaal niks in deze auto. Nee. En? Lenny zegt altijd, als het trilt is het goed. Deze, als het goed is, kunnen jullie ons starten de muziek even uitzetten, anders worden we gecopystrikt. Dat moet waarschijnlijk al worden, maar dat geeft niet. Want geen geld met YouTube. So, who cares? Who cares? Als het goed is, zijn wij een stuk beter te verstaan dan in dat andere autootje. Want yeah. Hij is een stuk rustiger en stiller. Oh ja? Een broodje halen? Back drive. In de nieuwe Seat Mini. Ja, dan moet ik echt, als dit een wordt, dan moet ik die volgen wel even bedanken. Die ene volger, was het één persoon die hem heeft... Eén iemand zei... Hij stuurde iets van 5 linkjes. Had ik via Autoscout gevonden. Maar dit is echt wel cheap, deze. Ja. Ik vind hem echt niet duur. Nee. Dit is trouwens de occasion van de week. Ah. De site. Occasion van de week. Ben. Hoor je nou het verschil ook? We zitten weer terug in onze... Wat zeg je? We zitten weer terug in de Cure, die we zojuist ook hebben aangeboden voor geld. 150 euro gaf ik voor. Ja, maar vond ik nog best, had niet verwacht. Dat had ik wel verwacht. Ja, 150 ook precies. Maar als wij namelijk naar de sloop rijden en we zeggen, wil je dit auto, dan zegt ook, ja hoor, 150 euro. 150 is gewoon... Ja, dat is sloopwaarde. Maar anyways, we zitten weer terug in de auto en weer terug in Groningen. En jij hebt gewoon een nieuwe auto. Ik heb een nieuwe auto. What? En die mag je donderdag ophalen. Donderdag. Hier uit Assen. Assen. Uit Assen, jam. Ik ga gewoon alles herhalen wat is er. Maar gefeliciteerd. Ja, dankjewel schatje. Ben je er blij mee? Ja, ik ben er blij mee. Ja? Ja. Zo. Ja. Heb je het verdiend? Heb ik het verdiend? Ja. Weet ik niet. Het verdiend? Ja, de vraag kan jou. Ik heb het geld wel zelf verdiend, want ik ga uitverdienen. Is dat ook een vorm van verdiend? Dat is ja. Kijk, ja. Die kunnen we ook kopen. Dat zou kunnen. Die kan ik niet betalen, hè? Nee, ik vind wel dat je het hebt verdiend. Ik heb bijna een jaar in deze auto gereden. Ja, is dat zo? Bijna. Echt zo? Letterlijk. Groen aan de onderkant van de spiegel. Zit hem mooi in beeld voor hè? Ja, dat vind ik leuk. Dat vind jij leuk? En die rode groen die ik op. Oh, deze koppeling zit echt lager. Ja, deze koppeling is nog erger. Nee, deze is beter. Beter zelfs? Ja, lager. Die andere zit hoger. Oei, deze koppeling. 6.000 euro. Kan dat zijn? Euro. Kan. Meen je niet. Koppeling, ja, maar. Waarom rijd ik nou de linkerbaan? Ik weet niet. Ik moet Tesla eruit rijden. Laten we gewoon een foto over het rijden, want de film wordt helemaal niks. Zie je mij nou gewoon uit te lachen of zo? Nee. Even zwaaien naar die mensen. Juist, zeg maar, bezwaaid. Is het een ding? Bezwaaid worden? We worden bezwaaid. Het gaat zeg maar aan Jan. We gaan nou aan de race met de Tesla. En aan het racen met een Tesla in Assen. Hij is veel sneller, ja. Damn it! Domme. Maar we werden bezwaaid. Want we werden bezwaaid. Ik krijg daar ook meteen een rood hoofd van, zie je dat? Het is super awkward. Ik wil oef! En zij zegt, ze, net toen ze zwaaiden, zeg maar, die mensen zwaaien naar ons. Ja.
weird. Krijg ik een rood hoofd van. Je bent bekend. Is het denk je omdat je bekend was of was het gewoon omdat de huge-ass camera op je gezicht? Ik weet niet. Ik voelde me een beetje betrapt. Busted. You're busted. Ik voel me snel. Ik heb snel dat gevoel. Ja. Dan heb ik het. Misschien kennen mensen dit, dat je het gevoel hebt dat je iets aan het doen bent wat je eigenlijk niet kunt. Of waar je niet goed voor bent. Of waar rij je dan in zo'n kleine gele auto naast een dikke Tesla. En ik sta op de linkerbaan, hij staat op de rechterbaan. En dan heb ik eigenlijk zoiets van, ja, was dit een foutje? Doe ik het wel goed? Ben ik wel goed genoeg? Dat gaat allemaal. En dan kijkt iemand zo en dan gaat hij ook nog lachen en naar me zwaaien. En dan voel ik me betrapt. Wat gebeurt daar allemaal in jouw hoofd? Ja, maar ik denk dan dat... Of niet? Helemaal verkeerd gereden. Jongens, helemaal niks zo. Okay. Ik zei net ook al, laat ons dit ook goed rijden. Maar dat gaat hartstikke goed. Ah. Doe maar rustig. Ja, vind je dat goed dan? Ja. Weet jij van niet? Nou, ik heb toch al een paar keer bijna doodervaring gehad. Ach, doe is normaal. Nou, als ik niet zei je moet remmen, hadden we gewoon deze auto. Nee, dat is echt niet zo. Ja, dat is echt wel zo. Nee, ik remde op dat moment. Ik schreeuwde dan. Ah, pas op. Je gilt als een klein meisje. Vaak ben je te bang. Vaak ben je te bang, nee, maar ik heb nog nooit schade gereden of wat dan ook. Hé, hey, wil je niet zo hard op die auto slaan? Dit ik is... nog proberen, die probeer ik te verkopen. Oh, ja. Heb je nog behoefte of heb je nog noodzaak bij een ongelooflijk mooie auto? Ja, die van een, let op, een BBN'er is geweest. Ja, Mike die introduceert mij nu bij mensen als BBN'er. Ja. Bijna bekende Nederlander. Dat is toch mooi? De BBN'er. Dus wil jij de ex-auto van een BBN'er hebben? Laat het dan weten in de comment section hier beneden. Toch? Ja hoor. Ik had de auto verkopen moeten worden. Zou je niet de autowereld ingaan? Nou, wat een goed idee! Ik vind dat echt een goed idee. Dat kan nog steeds, hè? Dat kan nog ik steeds. Ik denk dat je wel bekwaam bent als... Nee, ik heb zin in pizza. Ik heb zin in pepernoten. Je hebt al pepernoten gehad. Hoor je dat? Wat? Dat lawaai? Dat is straks echt weg. Ja, deze vlog is ook weer super kut. Doei! Ja, we hebben beter gevlogd. Ja.